to bring him back again. Ever since the world began, a woman's got to have a man. Forgetting him, you see, means you're forgetting me. Like my forgotten man. 6 jaar geleden was er een bekende Nederlandse cabaretière die de sprong waagde van het cabaret naar het grote toneel. En op het ogenblik speelt ze iedere avond Shakespeare bij het Nieuw Rotterdams toneel. Ach, Pisanio. Het was een triest afscheid. En ik had hem nog zoveel lieve, dwaze dingen willen zeggen. Hoe ik op dat en dat uur aan hem denken zou met die en die gedachten. Mens moet zijn een wezen, brandend van een liefdegloed. Een mens moet in zijn streven koersen naar het hoogste goed. Geluk komt dan in het leven, onverwacht en om het even, waar het dan ook van gewaagd. 6 jaar lang ben je nu op het toneel. Als je daar nou aan denkt en je zou moeten zeggen zo ineens in een flits, dat was een van de fijnste dingen die ik gedaan heb, wat zou je dan zeggen? De fijnste dingen? Ja, dat zou dan zijn de rol van Masha in Tsjechov, stuk De Meeuw. Oh, ja. Onder regie van Sharov. Dat was toch maar een heel kleine rol, maar dat vond je fijn. Och, dat was verrukkelijk door de sfeer waarin deze man, deze Sharov, regisseert en alles eruit probeert te halen. Het was echt een evenement. Ja, ja. Voor mijzelf en ongetwijfeld ook voor een heleboel kijkers is een van de geweldige hoogtepunten geweest in die afgelopen 6 jaar Irma Ladouce. Ja, dat Ik vond het zo fijn dat alles is wat je in de loop der jaren hebt geleerd. He, bij het cabaret, bij de revue, ik zie je nog van de bouwmeester revue trappen afkomen. Dat deed je gewoon omdat je dat wilde leren, ja. Je wilde kostuums leren dragen, je wilde leren bewegen op het toneel. Ik vond al die dingen zo prachtig gecombineerd in Irma Ladouce. Ja. Je was daar een uitstekende zangeres in en je had voortreffelijk gespeeld. Ja, dat zullen we niet gauw vergeten, het was een feest voor ons allemaal. Maar het was voor ons ook een enorm feest, vraag maar eens aan Jan Blok. Wat een feest dat was, hè Jan? Heerlijk, ja. Heerlijk was dat. Natuurlijk heeft mama graag dat wij Constance weer in onze familie opnemen als zuster. Constance is toch even goed een kind van mama als wij? En het is allemaal al zo lang geleden gebeurd. Ze is nou al 15 jaar met Van der Welke getrouwd. Hij sluimert in de keukenla, hij jaagt de lijsters achterna. En ligt dan in de keukenla en altijd is er wat. Maar toch is het zo huiselijk en zo genoegelijk met een kat. U toch dat Rotterdam zo'n degelijke stad was, hè? Een stad van enkel werken en van bouwen. Een stad waar nooit eens een mens op het slechte pad was. He. Een stad van enkel degelijke vrouwen. Maar dat is toch niet waar, hoor. Want er zijn er ook een paar, hoor. En daar ben ik er één van. Gevaarlijke vrouwen. En ik ben Alicia Kali. De gevaarlijke vrouw van Rotterdam. En kijk ik je fijn gaan op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam. En ik lok de heren mee naar de Kaskadee. En ik doe het wat in de thee.
En even later, dan zeg ik, ober, wil je niet even komen dan? Er is een persoon niet goed geworden en ik ben Ali. Ali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. De tijd van Wim Sonneveld. Hoe lang heb je daar gezeten? Ik geloof dat ik bij elkaar zo'n 5-6 jaar bij hem geweest ben. En hij deed, laten we zeggen, je was met een aantal mensen toen? Ja. Met een groep. Hij deed niet, zeg maar zoals kan, na de pauze. Nee, hij deed wat conferences. Wij deden gewoon met de mensen die hij had. Daar werd het programma mee gemaakt. En daar deed hij tussendoor ook zijn... liedje of zijn sketchje of wat dan ook. Ik dacht, ja, maar ik als ik aan het toneel wil, dan moet ik het grote toneel, dan moet ik dit, hoe krijg ik dat? En toen bood mevrouw Bouwmeester mij iets aan of ik bij de revue wilde komen. Die was beroemd voor die hoge, huizenhoge trappen, afgekomen met schitterende kostuums met pailletten. En daar heb ik veel geleerd hoor, want die treetjes waren niet breder dan zo, want hoe smaller ze waren, hoe hoger de trap kon zijn. Bij een voorstelling is toen Jan Teurlings geweest en die kwam achter in de kleedkamer en die zei, zou jij aan het grote toneel willen? En dat wilde ik altijd al, maar ik wist echt niet hoe, want ik had geen toneelschool gehad, dus ik zag dat niet zitten. En dan om helemaal opnieuw te beginnen, ik begon echt al een beetje naam te krijgen, dat vond ik nou niks. Dan zei hij, ja, wil je dat? Ik zei onmiddellijk, ja, natuurlijk. En ik wist ook niet wat ik zou gaan doen. Dat vroeg ik niet. En ik zei, ja, zei hij, als je maar weet dat je veel minder gaat verdienen. Ik zei, oh, maar dat kan me niks schelen. Dat doet er niet toe. Nou, en zo is het begonnen. En wat bleek het toen te zijn? Dat ik een hoofdrol had in dat stuk Thee en Sympathie. Dat was even een kluif voor iemand die, had ik gelukkig wel jaren toneelervaring door op het toneel te staan. En dat was een succes? Ja, als er in de krant staat het Rotterdamse toneel gered door Thee en Sympathie, dan geloof ik wel dat we het goed gedaan hebben. Ja, en je begrijpt natuurlijk iemand die van cabaret komt, van de kleinkunst, en die dan ineens op het toneel staat, de grote K. Dat kan toch nooit goed gaan volgens omstanders, maar het ging wel goed. En zo hebben we met Irma Ladouce bijvoorbeeld, dat werd geregisseerd door Georges Vitali, was een Fransman. En toen ben ik met Georges Vitali gaan zitten en met Ton Lutz. Dan zei hij, ja, maar er moet nog een liedje tussen. En dat hebben we samen een liedje gemaakt. De tekst, althans de muziek was er, maar dat was een beetje vreemde tekst die nergens op sloeg. Want toen hebben we daar samen op een avond. En dat kon met Ton, dat was... Ik wist wel dat hij een ijdeltuit was, hoor. Dan kon me niks bommen. Het was een man waar je heerlijk mee kon werken. Ja, maar we werkten gewoon, al was het tot midden in de nacht hoor, als het moest. Ja. En we vonden het gewoon heerlijk. De beste rol van het jaar, één, dat was al heel wat. En daar kreeg je die man Bouwmeester voor. Een Edison zie ik ook staan in de kast. Ja, Edison. Edison. Dat heb ik eigenlijk voor Irma en Kiss Me Kate gekregen. En dan heb ik dus natuurlijk, dat vond ik reuze leuk, wie daar nou voor gezorgd heeft. Het diamantenhart voor heel mijn oeuvre, door Rotterdam geschonken. Nou, dat vind ik geweldig. Daar ben ik het blijste mee. En dat is dan wel heel triest, hè? Dat als je 82 bent geworden, dat de mensen zeggen, ach ja, u bent Lia Dorane. Oh ja, van Ali Siankali. En dan heb je een heel arsenaal aan werk geleverd. Wat best ook heel veel succes heeft opgeleverd. Je hebt die, voor de Caucasische Krijtkring. Heb je de medaille van het jaar gekregen. Dat gaat allemaal niet. Nee, Ali Siankali. Ja, je moet er ergens beroemd mee worden. Ik dacht in Rotterdam de stad van Van der Man.